In een paar minuten dat ik hier ben, zie ik al zoveel mensen die komen om die antennes. Wat is er aan de hand met de antennes? Dat is natuurlijk geen toeval. Delta digitaliseert zijn radiokanalen. Dus de zenders analoog zijn eraf, waardoor je dus het nu lintantennetje nodig hebt om nog radioontvangst te hebben. En daar komen best wel veel mensen om. Daar komen heel veel mensen om. Blijkbaar is iedereen uitverkocht en wij hebben nog vrienden. Ja, en communiceren de Delta dat dan met jullie of... Nee. Nee, dus opeens heb je zo'n enorme piek. Oh. Ja, we moeten we snel even aanvullen, hè. Dus dat we dagelijks proberen we dat een peil te houden. Maar ik hoorde dan ook, net kwam er ook bijvoorbeeld de klant, die kwam er mee terug, die komt er dan niet helemaal uit. En dan wordt het lastig, want dan ligt het vaak aan het draadje, maar het ligt natuurlijk ook wel eens gewoon aan de mensen zelf, omdat het gewoon niet helemaal duidelijk is. Wat, hoe ga je daar dan mee? Wij maken dan een afspraak dat we thuis komen. En dan gaan wij kijken of wij het op gang kunnen krijgen. Die telefoon gaat hier. Ja, live. Een mailtje gaat van over DigiNet. Maar ik heb geen idee wat hij dan wil of wat dan moet. Of... Dus aansluiten, het coax, opnieuw het netwerk en zijn coax systeem nalopen. En... Ja, maar ja, daar gaan wij op het moment geen tijd voor hebben. Nee. Nou, dan zal ik hem bellen. Ik snap er helemaal niks van. Ik heb het inderdaad hier wat gekregen en ik zeg wel, wat moeten we dan doen? Hoe dan? Ben vorige week in de zaak geweest om achter te maken om te kijken naar de netwerkinstallatie. En waarop ik zie inderdaad, het is hier eigenlijk op zo'n, wat hebben we, dinsdag vandaag? Het is dinsdag? Dinsdag op de 10 uur. Je hebt echt gewoon ontzettend veel klanten die binnenlopen. Je vertelt net 100 bonnetjes voor die antennes. Oh, ja, je gewone bestellingen, je webshop. Het is buitengewoon eigenlijk. Het is lekker druk, ja. En dit is natuurlijk waar de meeste klanten niet zo vaak komen. Dit is jullie opslag en werkplaats, dus wat rommeliger. En dat, maar ik vind het leuk dat je het laat zien. Wat zien? Ik vind het leuk dat je dat laat zien, want dat wil niet iedereen. Maar hier wordt er altijd gesleuteld. Of niet? Daar wordt gesleuteld van de apparaten. Ja. En dat doen jullie allemaal zelf? Dat doen we allemaal zelf. Maar hoeveel heb je daar nu bijvoorbeeld nog staan aan klussen? Want dat gaat dan van een stofzuiger die het niet meer doet, zie je? Ja. Ik zie een stofzuiger, maar ook een televisie. Ja. Echt van alles en nog wat. En wat. Maar daar heb je natuurlijk toch ook wel een soort levertijd of zo? Voor... Ja, gemiddeld een weekje. Een week duurt het brengen en repareren. Maar is dat een drukke pers nu? Ga je dan in de avonturen zitten sleutelen? Of hoe, Nee, dat proberen we niet, maar op het moment is het onvermijdelijk. Je zal het toch moeten, hè? Ja, want je zei, je hebt 8 mensen in dienst en drie zijn er eigenlijk constant op de weg met die auto's. Ja. En je levert veel aan Zeeuws-Vlaanderen. Klopt. Maar waarom dan geen vaste monteur? Is dat dan toch weer te duur of zo, of te ingewikkeld? Nee, voor de televisies, dat kunnen we gewoon zelf, hè. De vaste monteur is voor de wasmachines. Ja, oh zo, die ja. Die reparatie, dat is echt, daar heb ik 2 monteurs. Die doen dat eigenlijk vooral aan die huis? Die zitten aan huis, hè. Ja, die zitten op de weg. Ja. Maar de kleine dingen, dat doen of mijn broer of ik doen altijd de reparatie zelf. Ja. Ik ben dan de stofzuigerspecialist en hij doet het erwijs. Ja, de stofzuigerspecialist. Ja, dat hè? Doe ik dan weer. Ja. Maar hoeveel uur werk jij in de week? Je bent wel op vrijdag altijd lekker vrij, maar... Gewoon 40, 50. Oh, goed, ja, toch? Ja, het is niet dat je... Nee hoor, ik ben niet getrouwd hier, hè? Nee. Maar je zit er wel al, wat zei je nou net, sinds 92? Ja. Dus ja, het is toch wel een soort, 25, het is toch wel een soort huwelijk. Ja, een soort huwelijk. En je bent geboren boven de zaak? Ja. En daar heb je de achterzijde, want vorige keer was ik in een tuin. Van een vrouw op de, wat is dat, de Londense kei? Ja, en dat is dan daar. Kijk, hier staat jullie witgoed wat retour gaat, of jullie apparatuur. De wekelijkse voorraad, hè. Ja, dat staat ook wel eens langs de weg. En wie zet dat dan de weg? Doe je dat ook zelf? Ik doe zelf. Ja? Ja. Maar die vrouw zei toen... Kijk, dit is gewoon publiek terrein, toch? Ja. Nee, het is wel eigen terrein, hoor. Oh ja? Het is een eigen weg, alleen van... Ja, maar kijk, dit is natuurlijk, afgezien van het witgoed, kijk, dit vind ik heel grappig. Die vrouw zei, daar is het Minetplein en dat hangt ook gewoon een bordje. Wat is dat voor verhaal? Aangeboden door het personeel. Was dat een feestje? Het was een geschenk vanuit het personeel. Dat is een leuke geste van hun uit de... Ja, ik vind het echt grappig. En dit is natuurlijk ook heel mooi. Boven jouw glimmende hoofd hebben we ook gewoon de Lange Jan hier. Ja. Dus het centrale... Maar je zegt eigen terrein? Maar daar lopen allemaal poortjes. Hebben die mensen dan allemaal een soort recht van overpad? Ja, allemaal. En jij hebt daar heel lang gewoond, maar nu niet meer, hè? Nee, daarachter. Oh, dit is boven de wieg. Oh ja, wacht, het zijn 2 panden eigenlijk. Dit is het magazijn. Ja. Het woonhuis. Een plaatje ertussen, maar die past helemaal niet in. Dan wordt het zo klein als je nu die andere die op moet hangen. Ja, dus er moet toch OLED worden, ja. Ja, duidelijk.
Nee, dus goed, dan plan ik die in. Ja, de rest blijft hetzelfde, ja. En op voet. Ja, ik regel het, bedankt. Tot kijken, hoi.